lokaal. De Nederlandse kampioenschappen badminton worden dit weekend gespeeld in de topsporthal in Almere. Wij volgen een aantal Almeerse spelers die een dubbel spelen. Hier zien we het gemengd dubbel van Yvonne Zie. Zij speelt met Hans van Os tegen Cheng en Jille. In de eerste set die winnen jullie met 21-12 en dan in de tweede set gaat het ook nog in het begin wel vrij goed, maar dan is er een keerpunt in de wedstrijd, hè? Ja, klopt. En dat was aan het eind, voornamelijk bij de servicefout die gegeven werd. Dat is een cruciaal punt voor ons en dat voel je dan ook aan in de wedstrijd. En dus helaas verloren we onnodig wat punten. Kun je dan die knop omzetten, want ja, het tweede deel van die tweede set loopt niet echt lekker. Dan moet die derde set in, dan moet je er wel weer voor gaan voor die winst, toch? Ja, zeker. We hadden een goede voorsprong in de eerste helft van de derde set. En daar zaten we dus niet met de wind. En gelukkig hebben we die voorsprong kunnen behouden. Winst voor Yvonne Zie en haar partner. Sabra Viv en Cheryl Seijnen spelen hier tegen Vermees en Hoedemakers. Makkelijke partij? Eerste ronde natuurlijk. Altijd lastig bij NK. Frank en Linda spelen wel. Kunnen een goede mix spelen. Alleen leek het vandaag of ze een beetje een off day hadden. Dus. Ja, als we kijken naar die eerste set, wat ging er goed en wat ging er minder goed? Voor ons, we bleven vrij rustig. Goed neerleggen. En je zag dat zij daarin veel moeite hadden. Dus moeite met de snelheid van de shuttle. Dan die tweede set? Wij speelden iets te gehaast af en toe. Waardoor zij toch wel in de rally konden komen en druk konden zetten. Maar aan het einde pakten we het goed op. En rustig gebleven, service situatie was goed. Veel communiceren met elkaar. Dus goede afloop. Ja, de eerste set win je dus met 21-12 en de tweede set win je met 21-16. Ben je tevreden? Ja, zeker. Voor een eerste ronde mix met een NK. Ik speel nooit met Cheryl. Ik speel in de competitie altijd met Yvonne. Dus dat gaat ook prima. En voor de eerste ronde ben ik tevreden. Manon Sibbald speelt hier met Deborah van der Wal in de damesdubbel tegen Nielen en Van der Werf. De eerste set blijf je in het begin toch wel aardig bij. Je komt zelfs een beetje op voorsprong. Ja, klopt. Het ging best wel goed. De eerste paar punten gewoon, stonden ook wind tegen, dus dat scheelde ook wel. Nee, in het begin ging het inderdaad echt lekker. Dan komen zij toch langs zij. Hoe komt dat? Veel foutjes begonnen we op een gegeven moment te maken, wat toch best wel zonde was. En ik denk dat het voornamelijk daar lag. En ja, zij gaan natuurlijk ook inspelen op ons spel. Daar heb je ook mee te maken. Ja, dan verlies je die wedstrijd met 15-21. Wat denk je dan? Ja, op dat moment. Wat dacht ik? Ja, tweede set gewoon weer vol tegenaan. Ja, dan ga je die tweede set in. Je moet dan die tweede set winnen. Wil je nog een kansje maken? Ja, zeker. Want als je twee sets verliest, dan is het gedaan. Dus we gingen zeker voor een derde set, ja. Dat is niet helemaal gelukt. Hoe kwam dat? Dat kwam voornamelijk inderdaad wat we in de tweede helft van de eerste set ook deden. Het was veel fout. Ik zat niet scherp op het net. Ik had gewoon de foutjes eigenlijk. De setstanden 15-21. Tweede set werd ook verloren in 17-21. Wat is voor jou belangrijk? Dit NK of het spelen van de play-offs bij BVA? Eerlijk gezegd allebei. NK is een goede voorbereiding voor de play-offs. Ik kan het goed scheiden, dus ik denk ook nu niet aan de play-offs. Ik denk gewoon aan mijn eigen partijen, NK. En volgende week zal ik de knop omzetten en vol voor de play-offs te gaan. Iedereen wil natuurlijk een beetje wedstrijdritme opdoen. Kijk, ik doe niet mee om de prijs met de gemengd dubbel. Dus het is voor ons gewoon, qua onze mix gewoon meedoen en in het ritme komen. Dus eigenlijk als ik jou beluister, dan zijn de play-offs spelen voor BVA belangrijker? Dit moment wel, ja. Ja. Kijk, als de loting een beetje had meegezet, maar ik weet toch dat ik geen Nederlands kampioen hier kan worden. Ik bedoel, als een beetje reëel te kijken. En ik denk dat we met team veel meer kans hebben zometeen in de play-offs. Ik zie dat je je fans hebt meegenomen. Ja, en dat zijn mijn fans, hè, mijn teamgenoten. Almere lokaal.